Wie zal het worden? Stad 6 of stad 1? Wie zal het worden? Nogmaals, een stad 1 of een stad 6? Misschien met de zeerde. We gaan het zo dadelijk meemaken. Wie zal de scepter draaien in Leeuwarden in het seizoen 2011-2012? We wachten even op de scheidsrechter van de Vuurtjesdienst. En hadden we het gehoord naar het stadsdienst. Maar tien in het tweede zal zo dadelijk even de luidjes open. Installatie van zijn doorgerustige hoogheid, stadprins Martijn de Vijf. De ambtsketen te doen omhangen als teken van het gezag van zijn doortrustige hoogheid. Als teken van zijn hoogwaardigheid. Opzetten van de steek. Attentie, Leeuwarders! Te overhandigen als insigne van het sierlijk bewerkte stof, het symbool van het gezag. Attentie Leeuwarders!
om zijn hofdame en adjudant bekend te maken aan de leeputters en leeputterin. Dus de hoogheid, stadprins Martijn de 35e Haag, om zijn hofdame Christa en adjudant te onderscheiden met zijn persoonlijke onderscheiding. Mag ik de hoogheid verzoeken? Attentie voor de adjudant. Bij de gratie van alle carnavalisten van Leemput. Voorzitter en spreekstaalmeester van CV De Opsnaaiers. Verklaart hierbij trots te zijn op stadsprins van Leemput te mogen zijn. Bijgestaan door hofdame Christa en adjudant René. Proclameren vervolgens de 11 artikelen uit het wetboek van Leut en Lolijf. Artikel 1. Ga eens lekker uit je bol. Artikel 2. Vier carnaval met veel plezier, want daarvoor zijn wij allen hier. Artikel 3. Let niet op wat een ander doet en zegt, maar vier carnaval heel oprecht. Artikel 4. Carnaval is een feest voor groot en klein, dus laat het voor iedereen gezellig zijn. Artikel 5. Ook voor zieken, gehandicapten en senioren is het feest als Martijn de 35e is geweest. Artikel 6. Met de blaaskegels zijn we ook reuze blij en sluiten dan ook aan in een lange rij. Artikel 7. Dansen met andermans vrouw is toegestaan, maar wel met je eigen vrouw naar huis toe gaan. Artikel 8. Als de dansmuziekers hun kunnen hebben getoond, u ze naar behoren beloond. Artikel 9. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Artikel 10. Drink rust en lekker glaasje bier, maar laat dan wel je auto hier. Artikel 11. Vier carnaval met veel leuk en plezier. En daarvoor moet je in Leemput zijn. Al dus opgemaakt in Leemput op de 19e van de 11e. In het jaar 2011. Zijn de dorstrustige hoogheid, stadsprins Martijn de 35e. Martijn de 35e. Leven de lol! Uiteraard is het natuurlijk een fantastisch mooi koppel weer. Drie man, fantastisch mooi, dik te stralen. Zo bang dat je was, zo nerveus, zo hiep in de buis. En normaal gesproken moet ik het bloemetje overhandigen aan onze hofdame. Maar Sineke, je hebt de avond zo mooi gemaakt. Ik vind het een eer om dit bloemetje dat jij mag overhandigen aan onze hofdame. Attentie! Al ruim 30 jaar vier ik carnaval in het Utrechtse. Als hofnarretje begonnen bij de Opsnaaiers. Raadslid. En de laatste 15 jaar mag ik de voorzitter zijn. En daarom ben ik er ook erg trots op dat ik als eerste opsnaaier in de hele geschiedenis als stadsprins van Leemput mag zijn. Daar mag ik al drie keer laat voor. En als ik de woorden van Martina de Tweede vorig jaar over verjonging. Ik denk ik moet opschieten, want ik begin al een beetje te vergrijzen. Er zit niet zoveel meer op, dus dit moet ik het nu doen. En daarvoor gaan we dit jaar knallen met Leven de Lol!
wij drinken. En ik denk dat het nu de tijd is om onze hoogheden naar beneden te laten gaan voor een fantastische Polonaise.